Gerard, stop eens met snurken. De bussen ging aan. De bus? Ja. Gaat de bus? Nee, niet de bus. Er ging een alarm. Oh, jemig. Ik ben moe. Wat moeten we... Nee, Gerard, als je... Hou je mond. Buiten de poort gestaan. Ik ben al wakker. Buiten de poort gestaan. Buiten jullie cellen opstellen. Welke poort? Buiten de poort. Welke poort? Buiten de deur. Die deur zegt het aan hier, joh. Oh, wat leuk. Opstaan, opstaan. Ja, ik ben al wakker. Ik ben binnen 2 minuten, allemaal buiten! Ik ben de enige hier, hou eens op! Gerard Boersma, buiten de hekken! Nee, laat hem maar zitten! Ik ben even plassen! Gerard Boersma, binnen een minuut zijn buiten, als geen probleem. Gerard, kom dan maar. Nee, laat hem los! Nee, hij is nog aan het plassen, laat hem even... Hij is nog aan het plassen! 10 seconden nog, Gerard Boersma! Je 10 seconden, Gerard. Hij is nog aan het poepen! Nee, hij gaat poepen, zegt hij! 4, 3, Hij zit vast in zijn deur! Help, bewaker! Hij zit vast! Opstaan! Ja, hij kan niet, hij zit vast in zijn deur! Boersman, ik zie je wel met je vuile lijken, rotkop, opstaan en eten nu! Ja, maar hij zit vast! Weet je wat, Gerard? Kom, ik trek je eruit. Kom, ja, zo, hier, de deur is open, kom. We gaan ontbijten. Oh, dit is onze eerste dag. Eten! Ja, heel graag! We gaan nou eten, nou eens op, joh! Gerard, kom je? Ik ben doof. Oh, jemig. Die meneer, de bewaker, die heeft ook geen... Ik ga maar weer naar bed. Nee, oh. Meneer, hij wil weer naar bed. Wat zeggen? Hij wil weer naar bed. Gerard Boersma, hier komen. Sorry, meneer. Waar zijn de rest van de gevangenen? Eten. Wat? Eten. Hij ziet me niet. Hij ziet me toch niet. Gerard, ga eten. Hij ziet je. Hij ziet me niet. Hij heeft zijn ogen dicht. Daar heb je het over. Eten. Meneer, moet u uw ogen niet open doen. Heb ik open. Ga eten nu. Oké. Gerard, kom. Eten nu. Eet die bruine bonen op. Oké, er is niemand om eten te geven. Wat? Er is niemand om eten te geven. Deze hamburger. Waar dan? Oh, Shim Lee, kom hier. Wacht, ik haal er even. Oh, nee. Wie? Ja, Shim Lee, kom hier. Shim Lee. Wacht, die gaan ze niet aan. Oh, even naar buiten. Oh, lekker die burger. Wil je die ook aan mij geven? Gerard, geef hem mij. Gerard, geef hem mij. Dit is mijn burger. Mag ik nog een laatste hapje? Nee. Ik wil laatste hapje. Nee, Gerard. Laat hem los. Loslaten, Gerard. Ja, nou, zoek het naar mij uit. Ga ik hier maar alleen zitten, hoor. Gerard, we moeten ons eten nog krijgen. Dat was de burger. Is dat Shim Lee? Hallo? Hey, Shim Lee. Hallo? Ben jij de kantinevrouw? Wat zei jij? Ben jij de kantinevrouw? Wat zei... Au! Au! Ja, ik stoot aan mijn tent tegen de verwal mee. Au! Ja! Au! Ja! Ja! Wat bleek jij voor gekke taal? Wie? Wat? Wat dan? Krijgen we patat? Wij willen patat. Nee, ik wil eigenlijk gewoon een normaal broodje voor ontbijt. Ik vond die burger wel heel vettig zo vroeg in de ochtend. Goedemorgen, mijn naam is Emily. Wat kan ik jullie helpen? Ik wil gewoon graag ontbijt. Ontbijt? Ontbijt. Ga je kijken wat op menukaart staat? Ontbijt op bed. Ik mag. Nee, Gerard. Je krijgt niet ontbijt op bed. Ik heb gelist. Wat? Ik heb gelist. Ja? Rijst. Vandaag is 2 sneetjes bruine boterhammen. Ja? Met een beetje witte lijst. Oké. En een bokworstje. Een bokworst? Een bokworstje, ja. Wat is een bokworst? Ja, een bokje. Maar wat is een bok? Dat 2 worstjes. Dat is een geit. Geitenworst. 2 porties. Ja, 2 porties. 2 porties. Wat voor de linker? Wat voor de linker? Wat wil jij, Gerard? Een wodkaatje. Een wodkaatje voor de linker. Hebben wij niet. Fristi. Hebben wij ook niet. Wat heb je wel? Jij mag kiezen. Hoezo, wij mogen kiezen? Ik weet al niet wat je hebt. Cola. Jij mag kiezen. Cola. Hebben we ook niet. Melk. Gadverdamme. Hebben we ook niet. Water. Rijstepap. Nee, ook niet. Wat dan? Gatenkaas. Gatenkaas? Geitenkaas.
geitenkaas, bokkaas. Mevrouw, ik ben niet helemaal 100, dan wel. 100? Nee, ik ben nog maar 86. Oh, Gerard is ouder dan jij bent. Ja. Twee porties. Ja, twee porties graag. Oh, wat ruiken die lekker. Je hebt toch wel cola? Ik heb hier één geitenkaasje. Dat is alsjeblieft. Nou, dankjewel. Dat is blijkbaar toch cola, denk ik. Proef eens, proef eens. Ik durf het niet eigenlijk. Je bent eigenlijk niet. Nee, ik durf niet. Oké, wacht. Ik ruik even. Ik had nou één geitenkaasje voor jou, oranje man. Alsjeblieft. Gadverd, wat zit hierin? Dat zei ik toch, geitenkaas. Ja, ik heb niet eens meer zin in ontbijt. Hou het maar allemaal. Ik heb hier, hallo, ik proef een leven. Oh, lekker hoor. Je hebt je witte boter allemaal met lijst. Ja, oké, dit is op zich wel lekker, zo'n broodje. Ik wil niet. Hoezo wil je niet? Jij nou zo is aangekaand met zo'n lekker lul. Gerard! Toch wel? Je wilt toch wel er een? Ik heb hier lekker drankje voor jou. Welke maar heb wil je voor ik dat wel? Ja, wil jij. Eerst ploeven. Oké. Okay. De link eerst maar. De link eerst maar. Ik pak even bokwasje. Ik heb geen zin in geitenkaas. Gerard, kom dan maar. Die vrouw is helemaal hier gek. Hier zitten de bokwasjes nee, in. Nee, dat is een beer. Dat is een beer. Nu heb ik het gezien. Gerard, dan gaat. Nee, wacht. Geef die beer maar aan Gerard. Nee, ja. Ga weer. Ik wil de beer. Ja, heb je al gedronken? Dan mag jij de beer hebben. Pak de beer maar, Gerard, over de balie. Ja, nee, eerst de linker. Hij heeft gedronken. Ik heb al, ja. Oh, dat was mijn ochtenduline. Kijk eens, alstublieft. Ja. Dankjewel, mevrouw. Gerard, je weet wat je te doen staat. Ja, die ga ik lekker bij mij op bed leggen. Ja, leg bij mij op bed neer. Hele? Ja? En smakelijk. Dankjewel, broodjes op. Dankie. Ja? Kijk. Wat is er? Je hebt een beer. Wat mooi. Ja. Nee. Ja, maar de... hij is weg. Mijn beer. Oh nee, Gerard, daar heb je hem weer. Weet jij hoe die heet? Ja. Hoe dan? Ik ken hem. Ja, maar... Hé, hey, Tozi! Allemaal naar buiten! Ja, we gaan naar buiten! Ja, we gaan naar buiten! Ja, we gaan naar buiten! Ja, ja, oh. Oh, nee. Wat een gekke man, Gerard. Ja. Ja, waarom kan hij niet gewoon normaal zeggen, willen jullie naar buiten gaan? Ik ga het vragen. Lopen! We zijn toch al buiten, joh? Hé, wat doe je nou mal? Zijn we buiten, kale knak? Wie noem jij je kaal? Nou, degene die kaal is, wie noem ik anders kaal? Oh ja. Meneer de bewaker, mag ik uw naam? Hé, jongens, ik wil hier even staan. Mag ik dat even buiten spelen nou? Ja, ik ben toch al buiten, Gerard. Ik wil hier even staan. Ga dan maar even weg met je rotpeukjes. Gerard, rustig aan. Nee, weg. Gerard, wat doe je nou? Pas op, straks had je nog een ruzie. Ja, maar ik wil hier staan. Ze gaan ook echt weg. Kan het dat jij ze zo wegstuurt zonder problemen? Wat moet jij nou, hé? Oh, Gerard, alsjeblieft rustig. Straks maak je hem nog boos. Doorlopen, vriend. Hier, nou, hij wil gewoon hier staan. Hier ook, hè? Laten we gewoon staan. Ik zet het mij heel even liggen. Ja, oprotten. Hoe krijg jij dat voor elkaar? Ja, ze kennen het maar. Ik heb één keer iemand op een cactus 24 uur gedrukt. Je hebt iemand op een cactus 24 uur gedrukt? Ja. Wat moet ik daar voor me zien? Nou, kom maar mee. Nee. Ik geloof je. Maar ja, Gerard, jij komt hier vaker zo te zien. Ik zie al dat mensen naar jou luisteren hier. Hoe werkt het hier? Wat moet ik doen? Ik moet nu buiten zitten of zo? Nou ja, je moet gewoon heel breed staan. Heel breed staan? Ja, heel breed. En je moet even laten zien hoe sterk je bent. Zo? Ja. Ah, breed. Maar je hebt wel een beetje kinderen gepakt, ja. Nee, maar deze krijg ik niet uit. Die zit vastgeplakt. Maar goed, laat me je toe. Geef me je toe, zie je. Nou, dat is een pion rechts van je. Ah, de mooie pion. Je links basketbal hebben we wel eens zonder basketbal. Ja, zo... ja, waar is de basket? Ja, goeie vraag. Goedemorgen, meneer. Ja. Hallo! Ah! Ben jij dat aan? Je gaat wel even rustig doen, hè? Wat moet jij nou, Geert? Ja, wat moet jij hier nou? Wie is dit? Arie, Berry. Wat? Nee, mijn naam is Dimitri. Dimitri? Dimitri, ja. Ben je vermomd? Wie is Dimitri? Wat zie je nou leuk te doen? Moet je per klaar bekomen? Nee. Als je aan dan komt, hè? Ja, wat dan, ouwe kik? Wat dan, hè? Wat dan? Wat dan? Kom dan. Jij ook. Zo. Zo. Dimitri. Kom dan, idioot. Gerard, niet doen. Ik sla jou helemaal voor het geloof, idioot. Gerard, wie was dat? Wie is Dimitri? Is hij familie van Arie, Berry en Corrie? Ja. Hoezo weet jij dat nou? Ja, weet ik toch ook niet. Oh, ik heb hoofdpijn. Ik lees wel eens de krant. Oh, ik heb hoofdpijn hiervan gekregen. Ja. Ik vind het helemaal niet leuk buiten. Dimitri deed boos naar me. Oh, daar komt hij weer. Wat heeft hij nou weer dan? Nee, Gerard, rennen. Niet doen, Gerard, nee. Ouwe gek. Ga weg, man. En dan wakker is het van mij. Gerard, Dimitri, we kunnen erover praten. Nou, Gerard is dood. En die man deed je niet. Ja, wat moet ik doen? Ik wilde rennen. Maar jij ging erop af. Hoezo ging ik erop af? Ik stond hier.
Moest je nou doen wat? Dimitri, ik zal niks doen. Wat wil je dat doen voor je? Nee, laat Gerard met rust. Je stapt weg, dan stop ik mee. Nee, laat Gerard alsjeblieft met rust. Gerard meent het niet, hij is oud en seniel. Dat is niet zeker. Rustig aan, Dimitri. Nee, Gerard, blijf nou eens staan. Gerard, ik trek je aan je shirt. Gerard, kom mee. Ja, hij moet even op. Nee, kom mee. Laat Dimitri maar met rust. Ik ben echt heel boos. Dimitri heeft een nieuw iemand gevonden. Oké, Dimitri is... Ja, Dimitri is een beetje onnozel. Ja, ik merk dat hij wel de... En niemand van die guards doet wat hier. Nee, ik snap het ook niet. Ik denk dat hij het helemaal onder controle heeft. Wacht, anders halen we de guard erbij. Wacht, Gerard, ik zoek wel een guard. En dan, ik zoek wel een bewaker. En dan gaan we iets tegen Dimitri doen, oké? Ja, hij moet neer. 2 seconden. Bewaker! Help! Iemand! Er is een gevangen op hol geslagen! Meneer! Wat is nou? Er is een gevangen op hol geslagen. Kom snel. Ah, dat gebeurt elke dag hier, man. Ja, maar het is Dimitri. Ah, nee. Ja. Daar ben je. Ja, het is Dimitri. Hij is hem op hol geslagen. Kom, volg me. Waarom werk jij trouwens alleen mee? Wat zijn die andere bewakers allemaal aan het doen, joh? Ja, die is een Pokémon. Daar is hij. Kijk, er liggen ook gevangenen. Daar, kijk, daar hij is bezig. Hier, hij sloeg weer iemand. Pas op. Top ben jij. Hey. Hij slaat zelfs een bewaker neer. Pak hem. Hey, klaar, nigger. Pak hem. Schiet hem dood. Jij gaat normaal doen, vriend. Hi, Dimitri. Wapenstok weg, nu. Hoe kom je brouwt er zo'n stok? Heb ik net gejat van het poolclubje daar. Er is geen poolclub. Dus ik zou daar maar even heen gaan, bewaker. Hoe heet je eigenlijk? Hé, hey, weg hier. Up, naar binnen. Naar binnen, naar de isoleer. Idioot. Oké. Meneer, gaat het met u? Dat ziet er goed uit. Oh, dat klinkt goed daarbij, Dimitri. 1, 2, 3... 4. Oh, kijk eens, ben ik ook sterk. Maar ze zijn allemaal zo sterk hier. Weet je wat? 1, 2. Oh, dit kan ik. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, daar heb je nog meer. 9, 10, 11. Ah, mijn god. Hey, Kira Dune! Bezoek voor jou! Praten, joh, hè? Naar binnen, Ik kom maar aan de kant, mijn jongens. Bezoek, ik hoor het al. Ik hoor het al, joh. Jemig, rustig aan. Ik kom eraan. Handel tegen de muur. Ja, oké. Ik ga je fouilleren. Oh, nee. Ik heb niks op zakje. Hoezo fouilleren? Wat heb ik letterlijk in al die tijd kunnen doen hier? Een grassprietje mee kunnen nemen? Misschien wel. Zo. Ben ik al klaar? Nee. Oh! Wat was dat voor nodig? Like your cut, G. Oké, en nu? Oh ja, wacht. Moet het nog uitleggen? Ja, ik wou net zeggen. Wat moet ik doen? Deur open! Ja, dat snapt de deur zelf ook wel. Achterste stoel! Achterste stoel, oké, dankjewel. Ik ben zo benieuwd. Ik heb het je toch al gezegd wat het is. Ik ben niet toch gewoon op bezoek. En weet je wat? Kijk, jij bent hier maar gewoon een hele simpele ziel. Ja. Toos. Ja. Hey, Henkie! Hey, Toos! Wat leuk jou te zien! Kom lekker zitten, jongen. Ja, wat doe je hier? Ik ben op bezoek, dan zie je het ook. Ja, maar waarom? Wat leuk dat je er bent. Ja. Ja. Hoe gaat het met jou, jongen? Ja, het gaat wel goed. Met jou? Wie is dat? Ja. Wie heb je meegenomen? Ja, een of andere hamburgerman. Die kwam ik tegen onderweg. Oh. Ja. En hij was hamburger aan het leven. Hou je mond. Hoi. Ja, weet je wat het is? Ik liep hier naar binnen, want ik dacht, Henk en Jotem de derde, die is opgepakt. Ik moet toch wel even op bezoek komen. Nee, dat vind ik echt heel leuk om te horen dat je even langs komt. Ja, toen was deze simpele ziel, die was hier bij hamburger aan het afleveren. Ik denk, die moet ik hebben. Oh, hij levert burgers aan de gevangenis. Ja. En hij gaat zo, we hebben een samenwerking opgezet. Samenwerking? De McDo's. Is dat waar, meneer Burger? Nee. Ja, dat dacht ik moet al. Moet je mond houden, dat weet ik wel. De McDo's. Oh, hebben we zulke lekkere burgers. Ik heb vanochtend lekker een burger gegeten. Was die van de McDo's? Nee, dat binnenkort. Oh, binnenkort. En dan kun je ook McTurries bestellen en milkshakes en... McTurries en milkshakes? Ja. Yeah. Kan je die meenemen? Milk takeaway. Een Big Toast hebben we. Dat is onze... Ja. Wordt lekker, hoor. Ja, maar, de chili toast hebben we ook. De chili toast, lekker. Is dat allemaal waar, meneer Burger? Jawel. Je moet je mond houden, anders krijg je helemaal geen geld meer. Is dat waar? Nee. Is het waar? Is het waar? Henkie, anders ga ik weg, hè? Oké. Hi, Toos. Wacht even. Burger, meneer. Ga jij even dansen bij die camera? Lights af. Hoezo dansen? Waarom moet hij dansen? Maar hij doet het ook nog. Wat heb jij in zijn eten gedaan? Waarom luistert hij zo naar jou? Dansen! Nou, daar staat hij. Wat doet hij goed? We komen even tot de orde van de dag. Henkie, ja. Heb je daar iemand staan? Luistert er iemand mee? Nou, heel raar, maar nee, er staat hier geen bewaker. Nee, hier ook niet. Want alles denk ik... Maar jou man... ook niet. Ja, daar staat wel iemand, maar die moet naar psychiatrische hulp. Maar daar praten we niet over. Oké. Maar Henkie... Ja, Toos, wat is het, Toos? Ja, ik zei toch ook net over die samenwerking. Ja, de McToos. Ja, McToos. Ja, binnenkort brengt hij weer nieuwe burgers. Ja.
En ik ga even in zijn vrachtwagen binnenbreken. Dan doe ik even een schroevendraaier in één van de burgers. Zorg dat jij hem krijgt. Dus, er komt in een burger, komt een schroevendraaier. Ja, weet een je ook opklikbare. Maar hoe kom ik erachter? In één burger, kan ik ook weten welke burger dat is? Ja, je moet even zeggen dat je bepaalde allergieën hebt. Wat voor allergieën? Nou, heb je een lijstje? Nee. Oh, nou zeg dat je allergieën voor noten hebt. Ja. Melk. Gluten. Augurken. Kaas. Dat is letterlijk alles wat ze hebben hier. En zetmeel. Kan ik toch letterlijk geen burger? Alles zeggen, want anders krijg je niet de goeie. Oké. Wat nog één keer? Kan je het herhalen? Nee. Je bent het zelf ook alweer vergeten. Ja. Hekie, bezoeker, zet erop! Hekie! Gatoes! Wat is dat? Wie is dat? Dat is de bewaker. Hij is kaal en zijn ogen zijn dicht. Hoe heet hij? Ik scheld hem even verrot. Ik weet niet eens hoe die heet. Hij heeft zijn naam. Hekie, nog 20 seconden! Ik kom eraan. Toos, ik moet gaan. Meneer Burger. Je zit wel onder de duimen, Henkie. Ja, ik zit in de gevangenis, Toos. Toos, meneer Burger, ik moet er vandoor. Dankjewel voor jullie komst. Dankjewel, meneer Burger, voor het dansje. Wat doe je, Toos? Henkie. Ja? Het gaat je goed. Het gaat je goed, Toos. Meneer Burger. Het gaat jou ook goed. Ik ken u nog niet, maar dankjewel. Terugkomen, Henkie. Doei, Toos. Nou, dan gaan we maar. Waar is iedereen? Waarom zijn er zo weinig bewakers in deze gevangenis die goed hun werk doen? Nou, ik... Henkie! Ik kom er al aan, joh. Rustig aan. Kan je niet... Alles goed? Oh. Leuk bezoek gehad. Nou, leuk dat je het vraagt. Maakt me niet uit. We gaan door. We gaan, ik snap het al. Rustig aan. Deur open. Er is een beetje bloed. Jemig, wat een bloed. Wat is hier gebeurd? Oh, mijn god. Jin Lee? Ja. Wat is er met haar gebeurd? Wat? Hoe kom je daar ineens? Wat? Deur open. Wat heb je heel snel gedaan? Ik kijk 2 seconden weg en denk ik stond je daar. Ja. Deur. Oh, er is een gevangene bezig. Ja. Oh, er zijn gevangenen met groene haaien. Wat een hippe gevangene. Goeiedag, gevangen. Nou, Gerard, hallo, je hebt groene haar. Hoe kom jij? Waarom heb je groen haar? Ja, ik moest verf bij de verf les, tekenles, nog iets of knutselen of zoiets. Ja? En toen moeder, schat ik uit. Oké. Mijn penseel viel op de grond. Ik wou pakken. En toen deed een ander iemand zo die pot verf zo. Pak je over mijn hele gezicht. Weet je niet zeker dat je gewoon je verfkwast op wilde pakken, maar dat je te diep bukt en zo je hoofd in een emmer met verf deed? Ik heb honger. Alweer? Want ik heb ook trek. Ik heb trek in een burger. Maar ik weet niet wat er gebeurd is met Shin Lee. Hoe heet ze? Shin Lee, toch? Die werkt alleen op donderdag. En vrijdag en dinsdag. Zit vandaag nog. Het is dezelfde dag, Gerard. Ja, maar die werkt alleen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Dat is elke dag? Klopt. Oké, ik wacht wel op Shin Lee. Shin Lee, waar ben je nou? Shin Lee. Je zit waarschijnlijk te schrijven op de wc. Ik snap het ook niet, Gerard. Waar zou ze nou zijn? Ja, weet ik niet. Oh, ik heb zo trek in een lekkere burger. Ik kan water met de laag. Doei. Ik hoorde hem. Moet er wel een slot doen. Doe de slot. Shinli. Wat even thee. Shinli. Nee, thee. Aan. Oh, man, die had op zijn. Ik heb bingo. Ik dacht dat ik bingo had. Nee, ze was de code aan het invoeren, maar ik heb niks verstaan. Ik wil graag een burger, maar ik heb alle... Wacht, wat doen we achter de balie? Daar staat lood in zijn sloten. Maar ik heb trek. Ja, een hele vettige hamburger met augurken. Ga jij mij eens bestellen, Gerard? Mevrouw, mag ik dan van de categorie sla? De bitterslag? Ja. Ja. Oké, doe mij maar een hamburger met kaas, een beetje broccoli. Een broodje, Henkie. Ja. Ik ben bezig. Ja, ga je gaan. Een broodje met sesampitjes, gekookte banaan en op als bovenop. En als bovenop. En toefjes lachen. Een slottenmededeling. Restaurant is gesloten. Gerard, het is gesloten, zegt ze. We wachten over 2 minuten komt een nieuwe burger aan, hoor. Doe mij maar een hamburger met, hallo, mag ik van u een hamburger? Gerard, laat mij nou maar gewoon. Je kunt hier zo lang met jou. Hallo, zij gaat er een keer mee. Goeiedag, mevrouw. Als de burgers zo binnenkomen. Ik heb een allergie. Ja? Ik heb allergieën. Sinds wanneer heb je allergie? Sinds... Ik heb allergieën. Mama. Ja? Mama. Ja. Ik mis mijn mama. Nou, jullie man, nou eens. Ik heb allergieën voor brood. Ik bedoel, voor zuivel, voor gluten, voor kaas, voor... Voor gluten, voor kaas, voor augurken, voor Meikie, dit wist ik nooit. Dat was gisteren wou je nog een hamburger eten. Slaat hem even. Staat sloten, burger, kom aan. Ik zei als de burgers
binnenkomen. Dan wil ik dat. Ik heb niet onthoud. Dan kom ik over 2 minuten terug. Mikey. Ja? Burger! Je had ze net toch ook een burger op met al die dingetjes met zuivel en weet ik van wat broodje. Nee. Ja, maar je hebt net je was net wakker, Gerard. Je moest nog nodig plassen. Oh, daar wacht. Ella, ik heb goed nieuws. Oh, ik heb de burgers. Daar zijn ze lekker. Ik kan je burgers. Ja, wat lekker. Ja. Ik kan je neerzetten. En dan eerst voor meneer in Oranje. Oké, eerst voor meneer in Oranje. Hallo, met een beetje sla, een beetje tomaat, een beetje worst, een beetje papier, een beetje karton. Hier in karton. Kijk eens aan! Als je niet mevrouw, alsjeblieft, wil er niet nog een keer aan die hamburger eten, maar die koek hem anders niet. Waarom nog niet zelf een hapje? Ik ga luiken! Pak maar een nieuwe. Oh, oké. Okay. Ja, hallo. Dan pak deze maar. Een hapje. Daar ligt hij hoor. 2 hamburgers. Gerard maakt niet uit. Eén. Ja, hoezo maakt dat niet uit? Jij krijgt een lekker vis. Wat doet hij? Het maakt niet uit, Gerard. Het maakt niet uit. Deze dan? Gerard, neem hem dan maar gewoon aan voordat ze hem zelf opeet. Oh, oké. Ik kunt u die burger wegleggen, mevrouw? Oh ja. Ik wil graag een burger met de allergie dingen er niet op die ik net vertelde. Oh ja, wat even. Noem maar op, hoor. Ja, ik heb allergieën voor gluten, zuivel, sla, augurk, kaas en dat was het. Noten ook? Oh, toevallig dat je dat zo weet. Ja, dat is het laatste blokje wat ik aan kan vinken. Dan heb ik sudoku. Noten ook, ja. Bedoel je niet bingo? Sudoku. Wat spreek je het aan? Dat klonk zo ontzettend vies. Ja, nou, het is ook gewoon niet lekker. Dat stukje waar ons aan hebben geknabbeld, gooi ik ook weg. Dat klonk zo vies. Kijk eens, ik heb hier jouw burger. Waarom heb je hem in de doos? Ja, dat is het enige wat u niet mag hebben. Mag ik niet gewoon de burger eruit pakken? Nee, dit is van u. U bent allergisch voor alles. Ik pak de burger er wel gewoon uit. Hij was echt lekker, zeg. Nou, alsjeblieft dan, meneer. Ik moet echt gaan. Hallo? Ik moet echt gaan. Ja, ga maar. Gerard, ik heb een lekkere burger. Ik ga eens lekker in mezelf even mijn privé tijdje opeten, oké? Okay? Ik ga met je mee. Nee, Gerard. Ja, maar ik heb helemaal... Hele! Doei! Oh, ja, maar doei! Oké, Gerard, ik ga mijn burger lekker in mezelf opeten. Oh ja, je hebt wel een lekkere burger, gadverdamme. Ik heb hem net uitgekotst in het toilet van niemand anders. Nou, ik vind mij nou wel gewoon lekker. Ik ga hem lekker even opeten. Oké, kijk eens, in deze burger, ik leg hem even hier neer. Zo, zoals het goed is. Even kijken. Nee, daar zit hij. Ik heb een schroevendraaier. Kijk. Die stop ik in mijn zak. Ik heb die burger. Wat? Hier met die burger. Nee. Wegblijven. Gerard, je moet me helpen. Waar ben je, Gerard? Je moet Dimitri... Waarom is Gerard nou weer weg? Oh nee, ik moet Dimitri opheffen. Dimitri! Sorry! Oh, waar is Gerard nou? Oh nee, ik moet snel Gerard halen. Gerard, wat doe je? Gerard. Ja? Wat doe je? Wat dan? Ik probeer wat door te verkopen. Ah, wie? Er is daar niemand. Jawel, was je net wel. Kan je me even helpen? We moeten even iemand verplaatsen. En dan moet ik je geheimpje vertellen. Kom mee. Ik moet je geheimpje vertellen daarna. Kijk. Wat een geschimmelend daar binnen. Kijk, daar is Dimitri. We moeten hem opbergen. Weet jij waar? Wat is Dimitri's cel? Wat is zijn cel? Lekker voor je, Dimitri! Nou, wat is zijn cel, Gerard? Snel, dit is de tijd van nood. Welke cel is van hem? Beneden hier? Dat is links hier. Oké, wacht, we nemen hem mee daar naartoe. Kom, neem hem mee. Hele toilet is ook vies. Ja, we nemen hem mee daarheen. Kom, zo. Ja, we leggen hem hier neer. Goed zo. In het hoekje op het matje. Alsof hij zelf in slaap is gevallen. Ja? Enkele hele toilet is vies, omdat ik er net in heb gekotst met mijn handen. Oh, je hebt in zijn toilet gekotst. Dan moeten we jou helemaal snel weg. Kom. Ja. Ik moet je wat vertellen wat er gebeurd is zojuist. Kom mee naar mijn cel. Vertel het. Henkie, mag ik wel vinden bij Gimmicup? Ja, prima. Maar Gerard, die burger net, hè? Ik had net bezoek van Toos. En weet je wat Toos in mijn burger gestopt heeft? Ik was lekker potje aan het basketbal. Ik had 14-3 gewonnen, hè? Gerard! Ik heb een schroevendraaier. Help! Nee, Gerard, dit is voor ons. Help! Voor ons samen. Gerard, kom terug. Kom. Hier heb ik net Dimitri mee gekieteld. En daarom lag hij op de grond. Ik leg deze hier onder mijn matras, oké? Maar bij kietelen ga ik niet neer of zo, hoor. Wat? Bij kietelen ga ik. Ja, maar ik heb hem heel hard gekieteld. Dus ik leg hem hier onder mijn matras. Okay, Gerard, het enige is dat we het nu geheim moeten houden, inderdaad. Want wie weet... Wat?
Ja, dan gaan wij nu. Ja, want wie weet kunnen we... Ja, gaat even. Sorry. Wie weet kunnen we een weg naar buiten vinden hiermee. Dus hij ligt onder een matras. Ligt hij veilig, denk ik. En dan is dat wel goed zo, toch? Ja. Ja, dan zullen we dan gaan poelen? Dan gaan we poelen. We hebben geen cellencontrole! Nee, geen cellencontrole! Ik slik hem door. Nee, ik wil het niet doen.